allemaal welkom bij de workshop van Clé Obscuur van vandaag. Over de fantasiebloemen. Want echte bloemen zijn het niet. Maar kijk, ik vind ze vrij leuk voor te maken. Je weet het misschien of je weet het misschien niet. Ik ben vrij into fantasy stuff. Kijk, dat is iets die volledig in mijn linnen ligt vandaan. Je bent fan of ze heeft van. Je kunt er zo wel in gaan of dat je wilt. Dus ik ga dan een keer doen vandaag. Twee verschillende methodekeus, wat je allemaal kunt doen. En als je week ga ik dan een keer doen gaan voor te schelden. Want het is met een beetje speciale glazuurtjes gedaan. Een beetje ook glazuurtjes over elkaar die geleid zijn. En als je week ga ik dat dan doen. Oké. Goed, op de huid dan wat. De deel heb ik hier gemaakt met duimpotjes. Ik heb er al de eerste keer over gebabbeld over duimpotjes. Ik ben er wat fan van. Maar kijk, subit ben hier nog een beetje een heel experimenteel aan het maken. Subit ga ik toegaan dat je nu een bolletje gemaakt. Hoe dat ik kan doen. Dus ja, voilà. Dat is voor vandaag. Gaan zo. Ja, oké. Goed. Dus, hoor me deze keer over duimpotjes babbelen. Soms zeg ik, ze staat niet nou. Vandaag staat het wel nou. Hoe dat je maakt, dat je een mooie vorm hebt. Dus ik wil zeggen hoeveel dat ik afgewogen heb. En nu een beetje, nou mijn weeskool wil het niet. Ja, en nu een beetje wel de gelieten heen. Kun je, ik doe dat toch zo. Ik weeg ook aan het zaadstof. Dus voor de die heb ik nu twee stekjes gepakt van 250 gram. Waarmee dat ik toen echt wel schone grote bloem kunnen maken. Maar maak je liever kleintjes. En wij weegt een beetje minder af. En dan gaan we weer een beetje gelijk zijn. Ze gaan toch nog anders zijn. Maar ze gaan toch al in de genre zijn van. Voilà. Zo. Oké. Goed. Ik ga aan de kant zetten. Dat heb ik niet meer nodig. Misschien moet ik eerst zeggen dat je nog nodig hebt vandaag. Beetje structuurmateriaal. Daarmee wil ik zeggen, ja, je weet, ik besteed er dan niet veel geen aandacht aan. Aan structuurmateriaal, kijk, weet je wat ik in mijn keuken leg, wat er veranderd is. Dus ik heb hier een achterkant van de penseel, met een schoenen rond de top, daarmee is dat gemaakt. Toen heb ik miretjes, hier, zie het wel een beetje, hier misschien, ja. Hier met een vinkantje, een andere kant een beetje vierkantig. Dag Vivian. We kijken nog. Een lomer met tandjes. Je hebt ook hele mooie structuur. Niet onderschatten. En toen heb ik ook nog een placemat. Met gatjes in. Wat ik ook toen ze bid wel een structuur in mijn bladjes breng. Goed, maar verder naar de duimpotjes. Ben aan deze. Een planken. Een plank aan latjes en een template voor je bladjes. Dan Martin. En een template voor je bladjes. Dat is avondtient of kijk op Google template. Ik zou ook een tingel zien, mensen. Je hebt veel meer keuren van wat te vinden als je een tingel zoekt. Template Leaf. L-E-A-F natuurlijk. Of Silhouette Leaf. Zoek je. En zo ga je heel wat kunnen. Templates vinden van bladjes. Druk dat af, hoe je dat niet ziet zitten, want dat samen te tieten. Dus, en toen heb je ook al een vorm. Oké, goed. Dus nu haken, zorgen dat mijn balken al heel schoon af is. Ik besteed daar al zorg aan. Toen maak ik mijn duim nat. En steek ik hem, maar ik ga het zo doen, anders is dat een beetje toe. Maar je legt dat in je palm van je hand. Ik zie nog hoogst aan heel veel mensen doen. En ze zijn weg. Dat is oké, maar niet voor het doel van vandaag. Daarmee ga je geen schone potjes aan, wat we nu nodig hebben. Kijk, ik heb hier al een paar voor gemaakt. Dag Mieke, goedemorgen. Dus daarmee gaan we dat niet aan voor hetgene dat we vandaag willen doen. Dus alsjeblieft. Leg dat in de palm van je hand. Steek dat je duim recht in. Kan ik in mijn hand doen. Rechten. Niet plat. Toen ga je een schaaltje krijgen. Die ook zijn doel heeft. Maar ook niet voor vandaag.
en je nipt. Dragen. Je jaagt dat, je dat niet in hebt, want dat is eigenlijk een tactiele oefening. Eigenlijk moet je dat doen bij aan mijn ogen toe. En je voelt wat je nog met een dekte zet. Laat dus zeggen dat ik niet te vinden ga, dat ik probeer overal een kleine centimeter over te doen. Waardoor dat ik een squeeze even stek heb, dat ik het verder werken. Zie, doordat ik recht te werken met mijn hand, krijg ik eigenlijk een potje. Hoi Sonja, Rosa. Krijg ik eigenlijk een potje. Zie het? Een rond potje, een plat potje. Ik zet dat aan de kant. Omdat ik nu met twee gelijke delen zit en dat ik goed weet dat ik mijn hand gepositioneerd heb voor dat te maken, ga ik proberen van de twee gelijke potjes te maken. Zo veel mogelijk. Dus ik ga weer starten met mijn bolletje. Dat ik zo goed mogelijk gaan proper maken over die. Voilà. Maar, mijn volgende bolletje, dat wordt de top van onze dingen hier, onze kern. Wel ik wat puntiger. Dus ik ga dat een klein beetje verder doen. Hier zet ik met de platterstek, een onderkant. Maar de bovenkant wil ik wel eigenlijk dat je bij aan een eitje maakt. Dus ik ga weer starten, lijkt dat ik volledig keer gestart heb. Maar je zorgt dat hier je bodem nog een klein beetje met een dekte zet. Dus gewoon voelen. Ik doe dat nu rap, maar eigenlijk moet je dat trager doen, die mensen. Eigenlijk moet je dat trager doen. Zodanig dat je dat onder controle hebt. Ik ga een klein beetje breder mee gaan. Ik ben nu iets te recht aan het werken eigenlijk. Ik heb een beetje vrug met mijn duim, zodanig dat het een beetje uithoudt. Alleentje. Oké, dus hier zet ik nu aan mijn top nog mijn dekte. En dan ga ik nu gewoon mijn duim gaan insteken. Gewoon in een duim, zodanig dat dat squinnen eigenlijk meer een puntje wordt. Ja, natuurlijk, een puntje is niet, maar dat toch wat scherper is op het eerste potje. Waardoor we om die potjes uit elkaar zetten, dat we eigenlijk mijn neetje gaan zetten. Voilà, alzo. Kijk, kan ik even kijken. Oké, ça va, het is niet perfect, maar het is perfect genoeg. Voor ons doel vandaag. Goed, wat gaan we doen? Ik ga dat nu aan elkaar zetten, krasjes. Beetje slap. Niet te dekken, we zitten met schone zachte klei. Ook maar aan de kant, dat dat niet heel smoesje wordt of zo. Je prest dat schone toppen. Ik ga dat hier nu juist een keer in mijn malletje zetten, dat dat niet plat wordt. Ik ga een klein worstje rond voor de rond, zodat ik dat schone aan elkaar kan verbinden. Niet te dekken, 0 centimeter is meer dan genoeg. Voilà. Zodat dat je schoenen in de vorm zit. En nu ga ik dat worstje dat heel schoenen gaan rondleggen. Zodanig dat ik hier niet meer zwak te zetten, maar vind dat te perfect. Hoho. En dat ga je nu met elkaar gaan verbinden. Zie het? Ja, mijn duim. Zorg dat je met zachte klei werkt. Dat je dat greep hebt. Niet te veel slip gebruiken. Dat je niet weglaat met je duim. Ja, Sam. Weg weer met je duim. Met twee duims. Dan moet je toch geen slip tussen steken. Of ook geen krasjes doen. Doe dat. Doe dat maar op grote stekken, die krasjes, of op droge stekken en slip. Dag Shannon! Voilà, zo, kijk, eindelijk,
Ze moeten pauzen zijn, zo zijn het als een pauze. Hè? Maar een keer met je bladjes. Voilà, een beetje proper afwerken, maar ook niet te proper, hé, omdat we zo wit met structuur gaan werken. Dus je hoeft dat niet perfect te doen. Maar je moet. Hoe je zegt, kunnen we niet en om, moet hier vreden. En wat moet je vreden? Ja, ik ga stoppen, hé, anders ga ik ook blijven vreden. Oké, goed. Volgende stap, dat zet je even aan de kant. Ik heb dat hier nog voorbereid, hé, mijn bladjes. Hey, en dat ik hier net, sorry, dat ze iets droger zijn voor op te zetten. Hey. We kunnen toch doen wat ik kan doen. Die gaat dus een beetje afwerken. Voilà. Beetje ruimte. Een template. Sponsje. Hup. Ja. Oké. Okay. Voilà. Dus hier mijn planken. Hey Linda. Kijk hier mijn planken, ja? Voilà, ga ik hier weg, ik moet recht staan. Moet je zeggen, die klei in een wel een klein beetje gelegen. Hey. Ah, de klei ook dat ik gebruik, juiste, is met een klein beetje chamotte in. Omdat, hoe je droge klei pakt, is hier nu 0,5 dat ik pak. Hoe je droge klei pakt, ga je bladjes gewoon stiefste wrap nog ineens. Hey. Dus ik heb gekozen voor vandaag met een beetje chamotte in. He. Maar je moet met trouwklei werken, niet. Het is geen probleem. He. Maar je moet een beetje moet langer wachten dan dat je bladjes aanzetten. Verstaat? Dus dat zijn hier nu latjes van 6 mm. He. En gewoon de beste stijl dat je kunt tweeën snijden. He. Kan niet. He. Met voor de simpele materiaal. Oké, dus. Je maakt een beetje. Je lapje een beetje proper. Op de blaasjes zijn, kun je ze nu doorstaan. Dat is omdat ik hem al een paar keer in het open gedaan heb nu. En dat ik nu weer aan moet gerold heb. En soms welke blaasjes. Voilà. En nu ga ik er nu, ik heb dat nu nog niet gedaan. En mijn andere bloemetjes. Maar ik ga nu ook in mijn bladjes een beetje structuur doen. Dus, je legt je structuurmatje erop, als wat. Kijk hier, waar dat de schoonste kansen zijn. Deze, ja, deze. Ga ik kijken ook naar mijn latjes. Maar ik ga voorzien, moet ik mijn latjes wegpakken. Ik ga juist een piepen. Ja, ik ga moet mijn latjes wegpakken. Hoe je latjes wegpakt, zijn de zijtjes dat je niet te hard duwt. Hé? Dat je dekte niet kwijt zit van je... van je lapje. Hé? Dus wat vind je ze placematjes? In Action, Big Bazaar. Spendeer toch niet veel geld aan. Maar je kunt echt super toffe structuren vinden. Ik ga het een keer van dicht doen. Voor van alles te doen eigenlijk. Ik vind dat vrij leuk. Ik ga er ook nog niet achter kijken hoe dat mijn structuur hier nu valt. Voor mijn bladjes uit te snijden. Dus ik laat dan nu even mijn template heb. Ik ben vrij benieuwd hoe dat dan nu gaat uitvallen. Met die structuur en mijn bladjes. Voilà. Ik vind wel dat bloemen zijn die je moet volledig ervoor gaan. Het is een fantasiebloem. Wat vind je nu zo een inspiratie voor fantasiebloem? Ik heb al gezegd, ik ben vrij een fantasy twist dan. Ah, wel. Tim Burton heeft dan een film uitgebracht. Alice in Wonderland. En in die film... Dat is een super mooi film. Hé. En die film, hoe Alice down the rabbit hole gaat, komt ze in dus een soort droomwereld terecht, een fantasiewereld. Hé. En hoe je goed kijkt, zie je allemaal schone fantasiebloem en allerlei formaten en uitvoering. Hé. En wel, daar heb ik nu ook een beetje mijn inspiratie toe voor die nieuwe hier met die kraan. Een beetje mijn inspiratie gehad voor vandaag. Voor die bloem te maken. Hé. Dus hoe je niet in gaat ervoor, zou ik zeggen. Hé. Dus, kijk nu mijn bladjes. Ik doe er altijd 5. Ik ga dat nu niet allemaal doen. Hé. Want ik heb er hier al voor gedaan. Hé. Maar kijk, hé, met mijn structuur. Hoe cool gaat dat zijn. Hé. Wat dat een button is. Hé. Nu moet je wel een beetje opletten. Dus ik maak nu hier mijn bordetjes ook een beetje proper. Ik ga nu voor met mijn structuur. Ga ik
ga ik geen sponsje gebruiken, maar ik ben ook dat ik veel van mijn structuur ga kwetsen. Ik ga gewoon met mijn duim of met mijn vingers, door ik laatst. Zo hè, dat ik niet te veel structuren kwijt ben. Hè. Op de achterkant moet je wel een keer mijn sponsje. Hè. Dat het ook een beetje proper staat, dat je daar geen scherpe rand hebt. Voilà, zo. Hè. En je werkt dat proper af. Hè. Toen laat je dat iets liggen. Maar iets wil ik zeggen, zo'n nutje. Hè. Totdat je daar kan mee werken. Hè. Goed. Dus, we zitten hier met de zeiken. Hoe ga ik dan overwerken? Hè? En hoe werk je dan nu proper af naar je streken toe? Hé? Want daar zie ik nog heel veel mensen zitten soms. Dus gewoon met mijn ritje werken. Ik vind dan een hele schoon hier, die vierkanten. Hé? Voor de structuur in te doen. Dus eerst haken. Ik heb dat al gezegd bij mensen. Ik pees misschien, ze voelt weer in haar rollingen. Hé? Maar ik heb ook er veel nieuwe mensen die kijken. Dus ik wil dat zeker nog eens aan. Dus verdeelt je, ja, je stuk, je nij. Verdeel je zo goed mogelijk, hé, niet perfect, niet gaan meten alsjeblieft, hé, en vier delen. Hé, goed. En nu zijn we weg. Dus mijn vier delen ga ik met mijn breedingsje doen. Hé. Dus je doet gewoon met je meretje, ik weet, ik kan dat nu niet doen, ook dat doen, hé, maar je gaat het wel verstaan. Hé. Doe met je meretje, snij je skeleken af. Het is wel beter, hé. Het is hier nu nog heel zacht van mij. Het is beter hoe het iets harder is. Hé. Maar omdat ik er ook weer in mijn water heb gewerkt, hé, is die weer wat verzacht. Hé. Maar maakt niet. Hé. Je verstaat het wel. Voilà. Dus gewoon een appje lijnen, doe je met je meretje. Hé. Nu heb ik hier ook nog een vinkantje. Ik ga nu met mijn vinkantje, of misschien ga ik nog eentje doen tussenin. Hé. Dus met tussenin wil ik zeggen ton ieren. He, tussen je twee lijnen moet je nog een keer doen. In de midden. Die techniek zorgt ervoor dat je met de hele schone verdelingen zet van je lijnen. He, wat soms zei je, hoe je dat niet doet, dat je echt niet schoon uitkomt. En dat je zegt van, oeie. Of dat je een lijn begint scheef te gaan, he, like dat ze al zo'n noemen van. Dus op die manier kun je dat heel, heel goed controleren. He, en, is dat proper. Oké, okay, zo. Nu ga ik met mijn vingertje tussenin doen. Hé. Dus weer in mijn midden. Ga ik doen. Omdat het nu nog zacht is, blijf mijn sausjes daar zo een beetje in plakken. En mijn dingetje. Hé. Maar als je een beetje droog werkt, voelt dat toch aan het zes doet. Voilà. Zo. Binnen. Je ziet, het is nog oostal niet perfect met verdelingen, maar ik zet de waas gewoon in recht iedere keer. Oké, goed. Nu ga ik hier tussenin met mijn bustel nog gatjes doen. Dus ik heb overal schone dingetjes, hé, dat kan ik je verzekeren wel doen. Hé, ik ga het een beetje plat doen. Hé. Met mijn bustelje ga ik gewoon gatjes gaan staan. Omdat dat oud is, plak dat dan niet van. Hé. En je doet je stuk op die manier. Maar echt, doe je fantasie. Hè. Ik doe hier weer maar in. Hè. Doe het wat je goed in hebt. Hè. Voor je randjes een beetje proper te maken, ga ik deuren met je bustel. Hè. Gewoon dat. Hè. Je weet dat ik heel veel moet zeren met mijn bustelje. Hè. Dat ik daar heel veel schone resultaten mee halen. Hè. Voilà. Zo. Hè. En zo werk je het schone af. Hè. Hey, Dominique. En Nadinus. Hey. Oké, okay, ik ga dat even nu, je weet wel, ik ga dat voor doen, Tom, straks. Maar ik zou nog heel ook doen voor die bladjes aan het doen. Maar ik ga dat verder doen, indien dat ik hier ook mee bezig ben. Hey. Dus in deze, ga ik het doen, ja, mijn potje. In deze heb ik hier nu gemaakt in mijn malken. Hey. En Marke, en toen ik daar eerst een lange punt heb gezet, ik heb dat ook gehoord van een druppel. Ik heb er een lange druppel van gemaakt met tadden. En dat ik toen begon krullen. Ik heb er nog twee kleinere druppeltjes heb gezet. Gewoon omdat ik goed sta eigenlijk.
Maar nu, voor daar aan verder te werken, pak ik zo'n plastic potje en klaag ik dat beetje keukenpapier in. Dat ik geen boordsel in. Maar dat gaat me gemakkelijker af, of dat ik dat geld met dat malletje moet nemen. Dus, nu voor de bladjes. Nu zou ik wel krasjes doen. Omdat ik toch geen wel een goede hechting zou nemen. Met een... of met een mesje. Met je krassetje hier, of met een mesje. Maakt niet uit. Oké, ik ga hier ook krasjes doen uit mijn vorige bladje. Is Katrin vooral het hele, hoe komt het dat de krulletjes van die bloem niet naar beneden vallen? Van die bloem die nog niet gebakken is, die op tafel. Dat ik nu aan bezig ben, hè? Is dat hij wel zeggen? Is dat hij wel zeggen? Dat dat niet naar beneden valt? Voilà, een beetje krasjes, een beetje slap. En dat ga ik een beetje overal koor gaan leggen. Ja, hoe komt het? Ten eerste komt het omdat ik een beetje klei pakken met chamotte. Die wat steviger is. En ook klei die niet meer heel uit het pakje komt. Like dat ik zei, ik heb die klei een klein beetje laten uitleggen. Waardoor dat ik met een steviger stuk zet. Maar anders, kijk, ik ga ze een keer doen. Hier heb ik die nog. Hoe zou ik krullen op de zaken? Is het goed? En ze weg. Je leg je bladjes. Je duwt. Schoenen aanduwen. En nu vorm je ook je bladjes zoals like ze wel. Zeg je, ik ga deze niet recht laten. Soms hou je bladjes ook van hetzelfde openvallen. Maar dat vind ik juist te leuk. Dus ik ga dat hier nu ook een beetje zo doen. Hetzelfde principe weer. Dat het steviger klei is. Daarom zoek nu voor dat geen draaiklei aan, of te horen dat je het inderdaad laat een beetje langer liggen. Dus zo bouw je rondom rond je dingetjes, je bladjes, door iedere keer een beetje erover te leggen. Voilà. Ook een beetje krasjes. En zo. Ik ga hier op mijn bladje eindelijk slap doen, dat al beter gewoon. Voilà. Oké. Weer een beetje erover. Dus gewoon aanduwen. Weer een beetje openleggen nu wel. Wacht, mag dat vraagt, moet je dan die krullen ondersteuning geven om te bakken? Nee, mag dat. Nee, absoluut niet. Dat gaan niet bougeren. Aan de kant zetten. Ik zie dat de dier nu nog niet schoon afgewerkt heeft, dus ik ga dat nu nog eerst keer doen. Ik moet die nu wel met mijn sponsje, omdat er nu geen structuur in zit. Voilà. Aanduwen hier, zeker in je bodem hier. Ik ga die een klein beetje verder laten vallen. Dan zorg je dat dat heel goed hier vast zit. Ziet dat ik dat extra duwen hier dan, wat dat eigenlijk omkruilt. Los aan een klein beetje op de zachte kant, mijn bladjes. En nu zit hier Osan een beetje met de moeilijkheid. Dus deze ga ik hier in het begin een klein beetje open trekken. Omdat ik deze hier toch nu her toch wel nog zo'n baan steek. Anders zet ik hier mijn blad die er op deze kant een app legt. En ik heb liever dat zaast is. Dus ik ga dan nu proberen dat een beetje bang te steken, dat blad. Hier, en dan zo.
En deze dan weer eens kunnen toeduwen, dat dat weer proper staat. Hey, maar toen is het overal gelijk. Zie je het? Hey, toen is het overal gelijk. En... ja. Hey. Voilà. Zo, hè. Je ziet dat ik hier toen ook nog dingetjes heb gedaan. Hey. Dat zijn, zoals je zei, in mijn fantasie zijn dat een beetje meeldraadjes. Hey. Je moet dat zeker niet doen. Van mij moet je niet doen. Hey. Ik zou wel herinneren dat je fantasie uitleeft. Hey. Voilà. En voor mij is een deel nu af. Toen moest ik daar nog een gat in. Met een boerke van 1,2 of van een centimeter. Want ik steek dat betonnissers in van 6 mm. Maar rekening houdend met je krimpanel, hé, na het bakken, hé, is het wel belangrijk dat je zeker een centimeter hebt van boerke. Hé. Muriel vraagt ook iets. Wacht, hè, dag Niele. Het is weer... ik kan het niet lezen. Muriel, hé, wat tol is dat, hè? Antwerps, hé. Voilà, oké. Dat is voor mij oké, nu. Ik ga dat dus kunnen laten drogen. Dat mag wel een eindelijke drogen, hé. Maar ik ga nog een keer doen van die puntjes, hé. Dus ik ga er een gat in maken, hé. Like voor de... Ik moet niet veel kijken, hé. Dat gaan we niet veel trekken hier, maar ik wil het gewoon doen. Het is hetzelfde principe of... wacht, de druppel dat ik het doe. Ik moet deze keer nu wel een bolletje gemaakt in aan, maar heb, met tuinpotjes gaat het ook perfect. He. Dus, hoe doe je dat nu? Gerold een schoene kegel. Dus daar vond ik plekken nodig. Maar ook een lange kegel. He. In het filmpje van de druppel heb ik een kort kegeltje gerold, zodat ik dat heel schoene. Nu rol je een lange kegel. Je doet dat trager. Hé? En eigenlijk moet je dat voelen. Hé? Moet je voelen aan je hand. Wat dat nog nodig is dat je rolt. Hé? Eigenlijk moet je dat met je hand toe doen. Hé? Tot hij dat heeft. Hé? Janine vraagt ook iets. Kan je eerst blaadjes op plaats plakken en dan buigen. Bij jou zeker, hè? Dus, hé, het dat. Tonne. Doe ik dat ik in de achterkant van mijn patiële in. Hé. Zodanig dat ik dat in de vinger kan insteken en dat ik met mijn duim ook heel schoon kan. Hé. Ik ga dat een keer zo doen, dat je dat een beetje ziet. Ziet. Dat ik hier ook mijn hele schoone overhang zet. Hé. Muriel. Dus je maakt toch heel schoon die connectie. Hé? Maar je ziet al dat dat ook redelijk stevig is. Hé? Voilà. Met je slip. Ik heb een beetje aan mijn tand hier met die gordeltjes dat ik al heb gedaan. Hé? Hé? Kijk, eigenlijk, hé, maar, ik weet het, hé, van mij komt dat afstand. Maar eigenlijk dat, hoe je dat nu gewoon zo erop zet, hé, zonder nu aan te boetseren, dat ze het ook super mooi zijn. Hé? Ziet? Hé? Kijk hoe schoon. Hé. Dus van deen, ik ga dan een gewone keer zorgen. Hé. Ik vind dat mega cool. Dus nu, voor dan een schoone het ding kan te maken, maak ik dat wel een keer nat. Deze kant. Hé. Zodanig dat ik dat niet kraken. Hé. Maar ook niet te nat. Hé. Dat die niet afscheurt. Ik ben hier een keer aan het kijken wat een krul dat ik erin heb. Hé. Hé. Maar zo ga je ook een heel schoone connectie kan maken. Zie je? Hé? Voilà. En toen maak je er gewoon nog een paar bij. Dat je hierop zet. Hé? Maar dat hoeft ook niet. Hoe je dat mooi vindt, vind je dat mooi. Hé? Moet je zien, is dat eerste. Hé? Hé? Ik ga het er gewoon mee doen dat je wilt. Voilà. Dat zijn de kleinere dat ik erop zet. Die ga ik geen gaatje meer in gaan doen. Je moet ook geen gaatje doen daar. Dat is te fin. Dat is te fin voor door lucht in te verzamelen en al. Hé. Maar laat een beetje heb. Hé. Laat het zijn dat je niet breder houdt of 2 centimeter hé, voor dat erop te zetten. Dus ik ga die hier nu laten komen. Zo. Misschien laat ik hem ook gewoon, maar die ga ik nu. Nee.
ik die ook wel ambitieën. Mijn gevoel zegt dat ik dat hier wel moet ambitieën. Voor zo'n ding, voor schone connecties te maken, werk ik hier met mijn mesje. Omdat ik heel schone van daar naar daar kunnen gaan, dat voor een vloeiende lijn zorgt. Tussen mijn twee dingen. Voilà. We komen met jou doen. Je gaat me van voren brengen. Voilà. En ga ik hier een heel krulletje steken. Voilà. Zo. En nog eentje. Of henneme. Nu zit het lekker woordjes. Kijk. Maakt een dingetje. Dat is maar stom. We maken een balkje zonder structuur. Zet er zo woordjes op. En een aanzetje. En henne narre. Henne narre. Ben ik vrij aan mijn fantasie vandaag. Het komt goed. Ik zie weer overal mogelijk heen. Voilà. Deze ga ik nu misschien hier in de min zetten. Voor mij mist er daar nog iets. Voilà. En dat ga ik weer eens kunnen gaan aanvullen nu. Wel zo dat je hier met schone connecties zet, dat vind ik nu wel belangrijk, dat dat vloeiend naar elkaar overgaat. Hier ook, dat je hier voort met die slankheid zet van deze die vandaan komt. En deze nog daar. Een mesje even, om mijn vingers te dekken. Voilà. Zo. En deze ga ik, deze voelt of dat hij naar hier moet komen, ik weet het niet waarom. Weer de schoen een beetje nat maken, dat die schoen plooit, dat hij niet krakt in de plekken. Okay. En ik ga hem ook heel, heel schoon gaan opruimen nu. Hier. Voilà. Okay. En nu voelt die voor mij uit balans. Dus ik ga dat ook nog gaan veranderen. Dus ik ga hem ook nog schoenen gaan opkruilen. Ik vind hem beter passen bij mijn stek, bij mijn andere. Maar een klein beetje als wat. Voilà, kijk ze. Sorry Nere, voor de vele vragen. Maar op hoeveel graden bak je dat? En mogen die dan overwinteren buiten? Maar, het is te zien wat een glazuur bij gebruikt. He. De idee dat nog eens de week kan gebruiken. Dat zijn de Jungle Gems van Michael. Meugen er sommige. Heb 200 graden. Maar ik heb ze nu mogen bakken op de standchesten. Omdat ze vinden dat ze wel heel schoon zijn van kleur toen. En toen al ik ze ben. He. Maar als ze op mijn stokken staan, ik klim me dat niet vaster. Je kunt dat gewoon afpakken en je zet dat binnen. Dat is een kleine moeite. Het is zo jammer als ze kapot zijn. Dus ook zo dan wel aan rond, eigenlijk, moet ik zeggen. Voilà. Kijk, misschien doe ik dat nu aan deen. Ga ik waarschijnlijk geen blaten doen. Ik ga hier nu gewoon een gat in doen. Het is zelfs like een madamke zeggen. Kijk, doe hier een gezichtje. En ga de madamke met de kleine. Voor buiten te zeggen. Mooie jongens toch. Voilà, kijk. Dat was het voor vandaag. Super leuk. Ik ga nog een klein beetje reclame maken. Dus ik heb een online workshop die naaste week duren gaat. Naaste week woensdag 10 mei om 7:30 van de gelukspoppetjes. Dat is wel een keer betaald nu. Moest je geïnteresseerd zijn, stuur mij een berichtje hoe je de link wilt voor in te schrijven. Je kunt mij in een eigen tijd bekijken. Het is niet dat je moet, dat je moet de 7 klant aan klaar zetten voor die workshop te volgen. Op je inschrift heb je er ook aan toegang toe. En kun je perfect kijken wanneer je goed staat. Ja, kijk, bij deze het reclameblok. Ik weet nog, aan de week doe ik dus over dat helden.
En dus, dat was het voor vandaag. Zit een beetje lief voor elkaar vandaag. En prettig weekend. Salutjes. Oh, je wilde schrijven. Stuur me een privéberichtje. Ik ga het zo'n linkske deur sturen. Oké? Salutjes.